Coronavirus, slechte vriendjes, drunk driving. Nou, ik moet zeggen, als je dat soort dingen doet, dan ben je echt zo'n kind die alleen maar zegt van... Neem me mee naar ik weet niet waar. Hallo dames en heren, jongens, meisjes, kijkers van Harme Frodo. En welkom bij de seizoensfinale en 20ste aflevering van seizoen 1 van The Beginning. Op 17 juni 2018... Bijna precies 2 jaar geleden upload ik de allereerste aflevering van The Beginning. Vandaag is het de allereerste video uit mijn gloednieuwe serie The Beginning. En sindsdien heb ik er in heel veel verschillende soorten en maten nog 18 gemaakt. En in deze video ga ik jullie vertellen hoe het verder ging met mijn YouTube kanaal. En aan het eind kunnen jullie nog een compilatie zien van al mijn video's, van alle The Beginning ooit. Op 15 januari 2020, dus dit jaar, upload ik de 500ste video op Harme Frodo. En altijd is dat een soort speciale video waarin jullie van de afgelopen 100 video's een beetje kunnen zien hoe het ging. En wat een beetje de headline was van die video's. Daarna maakte ik een reactievideo op de vlog van Noah Sandbrink in Oostenrijk. Die speciaal voor mijn kanaal naar Oostenrijk is gegaan om daar te vloggen tijdens de stedenreis. Is Noah en dit is mijn beste... En dan zie je 4 maanden geleden en dan Noah Sandbrinks iconische Oostenrijk avontuur. En omdat het januari 2020 was, maakte ik ook een video waarin ik de 10 best bekeken video's van 2019 even aan jullie liet zien met hoeveel views ze hadden. Maar ja, daar gaan we in ieder geval even samen een stukje naar kijken. Op de laatste maandag van januari upload ik Harme Frodo Vlog 91, waarin ik samen met mijn gezin en nog een paar anderen ging naar Jumping Amsterdam in de miniserie Storming Amsterdam. Ja hoor, dames en heren, we zitten midden in de prijsuitreiking, maar ondertussen ga ik even voor iedereen patat halen. Deelnemers, wilt u nou gaan omdraaien, dames en heren, voor u! De laatste woensdag van januari begon seizoen 2 van Mannen lezen de vrouw. Dat begon met de video zonder geld op wintersport met Harme Frodo. Omdat het blad heet weer de vrouw, het zijn weer de good old days. Dus ik ben weer helemaal tevreden en we gaan dit blad weer doornemen. We lopen 10 dagen achter, niet meer 3 weken zoals vroeger, dus dat komt helemaal goed. Op 2 februari 2020 maakte ik een video, de allereerste videopodcast van Harme Frodo, samen met Sam Feijen, waarin we het gingen hebben over hedendaags communisme en waarin we het gingen hebben over Elon Musk en waar een klein land groot in kan zijn en allemaal hele interessante dingen. Deels ja. Ja, oké. Dat is... Het is heel lastig in Nederland, want we hebben geen goede communistische partijen. Zou je dat willen? Dat we communistische partijen hebben? Dan zou ik daarvoor stemmen, ja. In dezelfde maand maakte ik nog 4 afleveringen van Man leest de vrouw met Leon. Of over een seriemoordenaar. Of over het rampzalige smartphonebeleid op middelbare scholen. En al dat soort dingen. Man leest de vrouw is een serie die echt exclusief van mijn kanaal is. Op de voorkant staat gelukkiger worden. Zo doe je dat. Nou, na Blue Monday van vorige week lijkt het me zeker goed dat we allemaal een stuk gelukkiger worden. De Vrouw is een blad wat elke zaterdag meekomt met de krant De Telegraaf. Ik weet niet wie het financiert of zo en dat allemaal, maar dat gaat me ook helemaal niks aan. En dan als je kinderen er niet zijn en je bent helemaal alleen thuis, dan heb je ook het gevoel van... Niemand, niemand, niemand die me troost. Ik was verliefd op een moordenaar. Misschien het enige zinnetje wat nog enger klinkt is... Ik ging op bezoek bij mijn schoonouders in het slachthuis. Ik heb jullie beloofd dat er bij Mannen leest de vrouw gasten zouden komen. Oh, wat? Ja, we doen even take 2. In februari 2020 maakte ik ook nog een videopodcast samen met Thijs Romeijn. En ik maakte een videopodcast 2 keer samen met Lucas en Rutger over corona.
wat toen nieuw was en nu oud is. Fakka, Frodo-volgers en welkom bij een nieuwe podcast. Zo, ik hoef helemaal niks meer zelf te doen. Hallo iedereen en welkom bij deze gloednieuwe podcast. We beginnen meteen met het nieuwe segment van de podcast. Aan het eind van februari maakte ik de 92e Harmer Frodo vlog samen met Noah Sambrink in Hoorn tijdens een excursie van geschiedenis. Ben je al helemaal zen? Dit is de oude restaurant. Welkom bij de slechtste vlog van... Dat is niet leuk, dat is niet leuk. In maart maakte ik een podcast samen met mijn neefje Leon over Billie Eilish. Top. Minst bekeken podcast. Ja, wel. Goedemorgen. Okay, ja, meestal hallo. Vertel je dan niet. Ik ben Leon Beestheer. Ik zit in HAVO 3. Ik ben blijven zitten. In maart maakte ik nog een paar video's over geboren worden op 29 februari. En mannen lezen de vrouw. En het coronavirus. Slechte vriendjes. Drunk driving. En al dat soort thema's. Nou, ik moet zeggen, als je dat soort dingen doet, dan ben je echt zo'n kind die alleen maar zegt van... Neem me mee naar ik weet niet waar. En ik ben klaar om te applaudisseren. Op de voorkant staat... Ik werd jarenlang gestalkt. Nou, stalken, daar ben ik ook heel goed in. 6:30. Ik zie hem fietsen over straat. Oké, ik heb hem hier. Op de voorkant staat Fashion for a Prix. Op 1 april 2020, a.k.a. mijn verjaardag, uploadde ik het Harmer Frodo jaaroverzicht. Je hebt altijd in een beetje december, januari, dat heel veel mensen hun jaaroverzicht gaan uploaden. Maar ik denk altijd, ja, niemand heeft er echt behoefte aan om een jaaroverzicht te zien allemaal rond die dagen. Want je gaat niet rond december, januari 20 jaaroverzichten kijken van je favoriete YouTubers. Dus ik denk, ik upload hem gewoon op mijn verjaardag. Dat is eigenlijk veel slimmer. Look at this guy. Hallo kijkers van Harmer Frodo, ik ben hier met Guido. Guido, ik ben uit de oude vlog. Oh, hoe gaat het? Oh, ik weet niet of ik dit moet filmen voor de vlog. Later in april maakte ik de tweede bompakketten bij aflevering Harmer Frodo vlog. Waarin ik een geheimzinnig pakketje ging leggen in de tuin bij Lucas. Ja. Nou, ik ga hem even bekijken. Ja, niet waar, ook via WhatsApp. Hallo kijkers van Harmer Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe vlog. En ik maakte de seizoensfinale van Mannen Lezen de Vrouw, aflevering 20. En ik heb jullie beloofd dat als er ooit een nieuw seizoen komt van Mannen Lezen de Vrouw, dat ik dan een video, dat ik dan in ieder geval de helft van die video's op zou nemen samen met gasten. Zodat Mannen Lezen de Vrouw niet alleen ik is, maar ook met gasten. Dus ik dacht, maar als sommige van jullie geen filmpje wil maken, waarom laten ze mij, Harmer Frodo, dan niet het Blijf Zu Hause filmpje maken? Dus welkom bij het Blijf Zu Hause filmpje van Harmer Frodo. Goedenavond. Jeder blijft einfach zu Hause! Tijdens Harmer Frodo vlog 94 ging Leon fietsen en viel hij van zijn fiets af. Een goed verhaal. No, I'm wearing the sun. Die zon van de man is al. Maar het is een vrouw. Ook begon ik in april 2020 de nieuwe... Harmer, kom goed uit je woorden. Het nieuwe seizoen van Frodo reageert. Waarin ik ging reageren op Designated Survivor bijvoorbeeld. En dan loopt hij naar het raam toe. En dan doet hij het zo open. En dan zie je zo die. Boom! General Hammond, this is the president. By my command, I am ordering you to federalize the Michigan National Guard. Dus president Kirkman die besluit om het leger te federaliseren. Ik heb video's gemaakt waarin ik reageer op BBC Sherlock. Omdat liefde natuurlijk de rol speelde in dit verhaal. Everything I said is not real. I was just playing the game. It's an old friend of mine, John Watson. Afghanistan or Iraq. En hier komt het moment. Ik heb video's gemaakt waarin ik reageer op No Time to Die. En tja,
wat stoppen we nou in zo'n film? Wat dacht je van motorscènes, vrouwen, James Bond met een verleden, oude schurken, James. Bad guys die doodgaan. History isn't kind to men who play God. Waarin ik reageer op Homeland seizoen 8. I don't know if you're aware, but the world's gone now since you left. Hallo kijkers van Harmafoto, waarin ik reageer op The Longest Day. En dan begint er een bombardement. Ik deed Storming Amsterdam Break the Record samen met Robin en ik brak het record. Oké, we staan hier niet op een hele handige plek of zo. Hoe zijn we hier ooit terecht gekomen? Bordjes gaven het aan. Ik bezorgde een bompakket bij Leon en bij Christel. Hard praten, dat werkt gewoon voor video's. Hard praten, dan komen we in het intro. Laat je nou gewoon een bom vallen? Ja, dat is een slecht ontploffing. Je gooit me ook gewoon echt weg. Maar ook, wat is het voor idee dat iemand hier letterlijk gewoon het voor je deur ziet liggen en dan denkt van, oh, weet je wat, ik neem het mee naar binnen en ga het uitpakken in de voorkamer. Er stond niks op, wat moest hij dan? Ik ging illegaal België binnen tijdens de corona-lockdown. Hallo dames en heren, jongens en meisjes en welkom bij deze gloednieuwe Harmafrodo vlog. Ik sta aan de rand van de weg. En ik uploadde de allereerste aflevering van mijn gloednieuwe serie, Het Laatste Kasteel. I tried not to you weren't a father at all. En dan merk je dus al, zij zegt dus van, je was eigenlijk nooit echt een vader voor mij. En ik ga jullie zeggen, check hem, check hem, check hem. Hij is echt gaaf. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer in een nieuw seizoen van The Beginning. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. We'll be right back.
Ik hoop heel erg dat jullie genoten hebben van dit seizoen wat nu al 2 jaar duurt. En dan zie ik jullie allemaal weer in betere tijd.